leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ik ben weer in het Vogelenzangpark. Ik was hier precies een week geleden ook. Maar ja, jullie weten het. Godverdorie, helemaal niks opgenomen. Nou, dus ik loop weer hier in het Vogelenzangpark. Het is lekker rustig hier, ho. Nee, maar het is lekker rustig hier, ho. Er loopt bijna niemand. Dus je kan hier gewoon lekker. Ja, je kan hier gewoon. Eigenlijk kan je hier gewoon je korte broek uittrekken en in je blote fluit gelopen. Want je komt hier helemaal niemand tegen. Je komt hier bijvoorbeeld geen Kevin tegen. Geen abnormaal. Je komt hier geen achterlijke figuren tegen zoals Ramon Voogd. Hè? Ja, wat gaan we nou weer krijgen? Ik denk nou, ik neem even lekker een eigen vlog op. Nee hoor. God, mijn, is die er weer hoor. Is die er weer? Jongen, wat dat nou? Jongen. Ik denk nou, ik loop hier lekker op mijn gemakje zo. Even lekker. Lekker in mijn uppie zo. Lekker hier, kijk, moet je kijken, wat een prachtig gebied hier. Oh. En wat krijg je? Krijg je die Ramonski er weer bij, hè? Nou, dan moet ik allemaal weer piepen dit. Piep. Ja, piep. Nou, in ieder geval lopen we even lekker. Ik dacht, ik heb nou al de PlayStation aangezet, hè. Maar ja. Daar gaat even iets mooi voor. Ja, ik denk ik heb nu de PlayStation aan gaan zetten. En dan kan ik alvast de livestream starten. En alles en zo. Op mijn gemakkie. Maar ja, ik denk het is prachtig weer. Ik denk, waarom zou ik nu na het eten mijn huis in vluchten. En er niet meer. Om er niet meer uit te komen en lekker binnen te gaan zitten. Ja, precies. Dus ik dacht al. Ik denk, nou, weet je wat ik doe? Ik pak de auto. En ik ga toch nog even lekker langs het Vogelenzangpark. Ga ik nog even lekker wandelen. En toen dacht ik van, nou weet je wat, zal ik Ramon bellen? Ik zeg, denk, weet je wat ik doe? Ik bel hem. En dan pak ik alvast de auto en dan start ik hem alvast en dan rijd ik alvast die kant op. Ja, precies. Want Ramon zegt toch wel, ja. En ja! Het was er ineens, hè? Ja, ga weer helemaal terug rijden. Ik zeg, nee man, ik zeg, kom je wel ophalen. Want hier het Vogelenzangpark. Daar woont Ramon dichterbij dan ik. Ja, dat scheelt ook in het. Dus het zou een beetje gek zijn dat hij dan met de fiets weer helemaal naar mij toe moet rijden en dan weer terug. Ja, anders probeer je weer een beetje spelen. Ja, daarom. Dus ik zei, nou, dat is ook dood en doodzonde. Ja, precies. Dus ik kom hier wel oppikken. Ik zit toch al in de auto, dus ik kom die kant wel op. Maar ik kan het wel weer mooi geweest. Dus vandaar. Nou. Het is schitterend hier, Ramon. Ja. Het is echt heerlijk hier. Je kan hier echt ontzettend lekker wandelen. Alleen moet je wel oppassen dat je niet de paden afgaat. Want ik was vorige week ik de paden afgelopen. Ja, toen. Oh ja, toen had je dat ineens. Kijk eens. Toen had je ineens allemaal van die plekjes. Allemaal van die plekjes op mijn poot. Ja, dat was niet zo fijn inderdaad. Dus ik blijf nou lekker binnen de paden. Ja, oké, dat ook. En ik ga niet meer ergens in hoog gras lopen. Waar ook brandnetels er zo zijn. Want ik lijk wel een niet-machine, lijk ik wel. Dus waarschijnlijk heb je in de brandnetels lopen vorige week. Ja, weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk dat het brandnetels is. Ik weet het niet zeker. Maar het jeukt als de pest. Gelukkig is dat al een stuk minder. Ja, dat is ook alleen maar goed. Maar. Dat schittert ook maar weer. Ja. Even lekker voor een boswandeling. Ja, ik hou daarvan. Ik hou echt van even lekker in de bos wandelen. Daar ben ik gek op. Over boswandeling gesproken, die kan je trouwens ook drinken. Dat is ook niet. Ja, die kan je ook drinken. Ja, dat is ook zo. Okay. Nou, hier stonden weer die bisons. Oh ja, ja. En bisons, ja. Vorige week waren ze er niet. En nou zijn ze de potverdorie al in. Hier stonden ze de tweede keer. Hier stonden de bisons. Tweede keer. Maar ze zijn al twee weken. Ja, al twee weken zijn ze spoorloos. Ik zie ze echt nergens. Normaal als je ze hier niet zag, dan zag je ze nog wel eens hier in de struikjes. Zag je ze nog wel eens staan. Maar het is echt helemaal niks. Ik ben al twee weken ben ik ze kwijt eigenlijk, die bisons. Het is echt heel gek. Wow. Oh ja, ik heb hem al. Hier, yeah. Ik heb hem al. Ja. Dus leuk actie. Ze staan om de hoek. Oh, ze staan om de hoek. Oh, ja. Ja, vorige week kon ik ze echt niet vinden. Maar ze schijnen hier toch nou te staan, zei die man.
Ah, ik zie ze van. Ja, daar staan ze. Zie je, ze zijn er toch. Ja, het klopt. Ja, vorige week heb ik ze echt niet gezien. Oké, okay, ja. Waren ze echt footsie. Ja, misschien zonder ze een keer heel erg zonder. Misschien, ik heb ook geen. Dus, vandaar. Ah, oh, is mooi, hè. Met lang haar. Oh nee. Ja, je moet over lang haar gesproken. Het motteur is eventjes. Moet er wel weer eens een keertje af. Want. Riet gaat alweer helemaal voor mijn ogen hangen. Het moet gewoon weer even lekker helemaal kort geschoren worden. Nou, hier heb je zo, hè. Hier heb je zo die stieren. Bizons, stieren, weet ik van wat het zijn. Zijn het nou stieren of bizons? Ik zou het echt niet weten. Ik denk zelf, denk ik, ja, een soort bizons. Ja, een soort bizons lijken het wel. Ik vind het wel altijd een beetje, tricky altijd. Heb ik nog rood bij me? Nee, ik heb geen rood bij me. Ik moet alleen even dat rode lampje even uitdoen, zo. Ja, anders is het wel, als ik het doe, ook mooi, maar. Maar als je geen gekke dingen doet, dan doen ze zelf ook niks. Kijk, ze gaan zelfs aan de kant voor je. Kijk, behalve weer eentje. Hè. Kijk, er is altijd weer eentje die toch weer blijft stilstaan. Hè. Nee, vorige week waren ze echt allemaal weg. Vorige week heb ik er geen één gezien. Geen eentje. Maar ze zijn alweer terug. Zijn er 2, 4, 6 zijn het er. Het zijn er 6. Nou, kijk, daar staan ze al, hoor. Niet schijten in de camera. Dat zou je net zien. Kijk, hier heb ik ergens gelopen. Voor mij heb ik hier gelopen. Nee, dat was, nee. Nee, was verder. Was voorbij die brug. Was dat. Hoi, Koekwaus. Niet zo gevaarlijk. Kijk je naar me. Want dat vind ik een beetje eng. Ik ben altijd een beetje panisch voor die beesten. Ja, want als je die punten in je donder krijgt, oeh, dat gaat heel pijnlijk zijn. Dat gaat heel pijnlijk zijn. Aangevallen. Nou ja. Het levert wel weer mooie beelden op. Ja, dat is wel zo. Kijk, als er allemaal naar aangevallen wordt, dan geef ik de video door aan een nieuw site. Vloggen, tijdens vloggen, omvergebanjerd door een stier. Hoi! Op zo de mieter. Kijk, je moet je reet afvegen, vieze Rick. Kijk eens, hij heeft de slont aan zijn staart hangen. Ja, smeerlap. Van een vieze beest, jongen, echt. Oh, ik heb het niet tegen jou. Niet gelijk zo agressief doen. Godverdomme, allemaal vliegen hier, man. De beesten die schijt ook overal. Hey, wat zit je nou te hijgen, joh? Hallo, dit is een gewone vlog. Dit is niet Kim Holland of zo. Man, je hebt. Godverdamme, zeg. Moet kijken, je hebt een vlieg op zijn mel hangen. Ja, precies. Dat is... Hier, ook al is een reet niet af goed afgeveegd. Smeerlap. Gebruik nou eens. Gebruik nou eens wc-papier. Ja, dat is ook lekker minder. Bah, een stelletje vieze gore beesten, zeg. Ja, zit ze godverdomme weer te schijten. Ja, zit ze weer te schijten, die vieze Rikke? Lekker in het midden van boven. Lekker minder. Ja, dat is minder. Nou, we kijken dan een stuk. Kijk dan een prachtig gebied, jongens. Ja, ik vind het echt mooi hier ook. Hier loop ik altijd graag. Dit is wel echt een van mijn favoriete parken waar ik vlogs om neem. Als er wat is. Toevallig had ik het nog zin, want dat je hier zo vorige week ook al had gelopen, maar dat was meer via de vlog. Ja, toen liep ik ook hier ook. Maar ja, toen had ik maar een half uur film van. Ik had 3 kwartier gefilmd of zo. En dat was maar een half uur. Ja, dat is om die pitte asje. Of een kwartier. Ja, dat is een dag kwartier van de. Ik ben gewoon een half uur kwijtgeraakt. Ik had iets van 3 kwartier gefilmd. Ja, dat is niet zo. Nou, loop even door die dingen heen, is leuk. Moet je gewoon even zo doen, zo. Ja, een beetje zoiets. Zo. Ga je er gelijk doorheen. Hoppa. Nou, dan hebben we de brug weer. Liepen we gisteren. Vorige week ook overheen. Oh. Nou, hier heb je de fluister. Hier gaat de fluisterboot. De fluister. Ja, hier heb je altijd de fluisterboot 's ochtends. Oh ja, dat hier gaat de fluisterboot doorheen. Die gaat dan die kant op. Kijk, het mollenbos. Het mollenbos, ja. Waar allemaal mensen zijn die lekker mal zijn. Hè? Ja. En modders zijn. Ja, ik weet niet wat hier s'avonds gebeurt. Misschien zitten er wel enge bosjesmannen hier ook. Ja, wie weet zal ze zeggen. Enge bosjesmannen. Ja, het zou zo erg
Het zou zo kunnen gebeuren dat je een van die gekste dingen mag doen. Maar... Ik weet het allemaal niet. Soms zit het mee, maar soms ook tegen. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Soms heb je zon, maar soms heb je ook regen. Ja, precies. Dat ook alweer. Dus... Ik heb hem even Ja, ja. Ja, het is inderdaad... Nee. Het is inderdaad mooi. Even lekker even wandelen. Even wat moois van maken, hè? Dat is mooi. Even de rust opzoeken, want... Dat is wel heerlijk hoor, hé. Af en toe het geweld van GTA 5. Ja. Met hele oorlogsdingen en weet ik voor allemaal. Ja, precies. Hier heb ik, hier heb ik gelopen. Vorige week gelopen? Ja, hier heb ik vorige week gelopen. Oh ja, dat is ook inderdaad. Daar heb ik vorige week gelopen. En af en toe het geweld van GTA met grote tanks schieten, alles omver knallen. En moet je nou eens kijken. Wat een rust hier, ook, zeg. Ja, precies. Ja, dat is inderdaad niet. Niet schieten. Nee, die heb ik geen mensen. Niet gekken met van die snijpergeweren van. Dus nee, het is wel lekker zo. Het kan wel mooi wezen. Het is niet verkeerd, maar een beetje mooie bos. Ja, ja. Dat was ook iets, een beetje mooie bosomgeving. Ja, toch? Hier is het ook lekker, moet je voelen. Je voel je ook gewoon de wind hier. Heerlijk zeg. Dat was lekker zo. Lekker even wandelen. Beestjes op het scherm. Ik zie helemaal geen beestjes op het scherm. Nee, dat is een ding is. Ah nee, toch niet. Dus hey, kijk, hier heb ik weer zo'n stuk. Weet je wel, dat doe je. Kun je weer door die dingen, maar ja. Kijk wat je hier allemaal hebt, jongens. Volgens mij zijn we nou het paar bos op door. Daar heb je toch ook nog een bos? Ja, dat heb ik wel zeggen, je moet er nog meer bos hebben. Ja, daar hebben we nog wel meer bos. Het is echt lekker hier ook. Ja, ja. Nou ja, soms heb je mensen die komen en soms heb je mensen die gaan. Vandaag had ik ook weer een of ander berichtje aan de kont vangen van iemand. Waarmee ik vroeger nogal veel speelde. Ja, het verwatert allemaal. Een jaartje is het leuk. En dan na een jaartje dan, zijn de mensen op je uitgekeken. En dan hoor je niks meer van ze. Dan gaan ze hun eigen plan trekken, hun eigen dingen doen. En dan hoor je het weer. Ja, dat is wel jammer. Ik vind het wel ontzettend jammer. Ik ben best wel een beetje teleurgesteld. Ja, ik ben best wel een beetje teleurgesteld in zulke dingen dat ik dacht toch altijd al wel dat het wel altijd wel leuk was en dat mensen altijd wel leuk plezier hadden. Ja, en dan valt er weer eentje weg, zoals er wel vaker iemand wegvalt uit de groep. En er komen ook weer andere mensen voor terug. Ja, dat zag je in december wel. Toen was er ineens was er weer iemand anders bijgekomen. Echt nieuw. Ja, dat is ook alleen maar het lukt weer van het licht. En in de loop der tijd zijn er natuurlijk een heleboel weer nieuwe bijgekomen. Ja. Marcel. Ja, precies. Thibaut. Thibaut. Vandaag nog even hebben we goed nog. Ja. dat is mooi. Dus zo vallen de mensen weg en zo komen de mensen weer terug. Maar het is wel heel jammer, want. Ik dacht altijd dat het leuk was en dat iemand, niet weg zou gaan en gewoon bij ons zou blijven en gezelschap en gewoon leuke dingen en zo. En dan valt er toch weer eentje valt er af, weet je wel. En dat vind ik toch wel jammer. En als je dan een hoop... dingen beloofd en ik niet nakomt, dan is dat best wel moeilijk. Maar ja, aan de andere kant, je bent niks verplicht.
Oh, nee. Je mag zelf weten wat je doet. Kan niemand verplichten iets te doen. Zo hebben dingen wordt me nog wel eens verweten. Zo hebben dingen die jammer zijn. Soms hebben we de dingen die op je goed zijn. Soms... Ja, daarom. Maar het is wel jammer. Het is wel balen. Ja, dat ook wel. En dan gaan we wel zien. Ja, ik had niet echt veel contacten mee. Dus ja. Zo is het maar net. Ja, dus, maar het is gewoon wel heel erg jammer. Dat ik vond het altijd wel heel erg leuk en gezellig. Ik zal geen namen noemen. Maar degene die ik bedoel, die weet wel waar ik het, over wie ik het heb. Dus dat is wel heel erg jammer. Kom maar vandaag ineens een berichtje kwam daar. Kwam daarvan. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar ja, we zijn in de loop der jaren, of in de afgelopen jaren, zijn we wel meer mensen kwijtgeraakt. En er zijn ook weer andere mensen weer teruggekomen. Dus ja, het is eigenlijk een beetje een leegloop en een. Eigenlijk een ja, het is eigenlijk een roterende draaicirkel is het eigenlijk op YouTube eigenlijk. Van mensen die komen, mensen die er weer terug voor in de plaats komen, nieuwe gezichten, mensen die ineens weer terugkomen, mensen die ja, waar je dus voor goed afscheid van moet nemen, zoals vandaag. En ja, maar zo is het leven. Ja, precies. Dat is... Zo is het leven, zo hoort het erbij. Zo ga je en zo kom je. En ja, vanmiddag natuurlijk een livestream gehad. We hebben trouwens ook weer een nieuwe moderator bij. Beetje zand. Zo, hoe heet je nou ook weer? Dan ben ik de naam kwijt. We hebben het toch gezocht. We hebben dus een nieuwe moderator. Hebben we dus Dakduifje 010. Dat is de nieuwe moderator op mijn kanaal. Ik zat even de moderators terug te kijken die er momenteel zijn. En ik schrok me eigen echt werkelijk. Schrok het me eigen rot van mensen die nu nog moderator zijn op It's All Tracks. Dat is alleen nog maar Ramon, Kevin en mijn zus Saskia. Dus ik had er echt zoiets van, ja, ik moet eigenlijk toch weer iemand hebben. Ja, Ramon, die kan nog niet echt moderaten, ik weet nog niet echt hoe dat moet. Moet ik hem eigenlijk wel nog een keertje wat even leren, eventjes. Hoe dat precies allemaal werkt, die functies allemaal. Ja, nee, dat is YouTube, de livestream. En, ja, Kevin dan, die zit er wel vaak op. En mijn zus zit niet vaak op livestreams. Dus ja, daar heb je ook niet echt veel aan... aan moderaten, dus ik had daar eigenlijk nog een extra moderator nodig. Nou, toevallig kwam vandaag ineens voor het eerst kwam Kelly op de livestream. En ja, altijd leuk, altijd gezellig, een nieuwe abonnee. Normaal ben ik nooit zo dat ik iemand snel abonnee maak of op moderator maak als er een nieuwe abonnee is. Maar ik heb nog een tijdje na de chat, heb nog een tijdje met Kelly zitten kletsen op Skype. En ja, het was wel hartstikke leuk, was hartstikke gezellig. En ja, zij is dus ook een nieuwe moderator op mijn kanaal, op It's All Tracks. Dus als je op de chat zit en je misdraag je, dan kan je door Kelly eruit gewipt worden, uitgekikt worden, als je je eigen niet gedraagt. Hij wordt gezellig in de chat ook. Ja, ik heb wel toe, de laatste tijd valt het wel mee. Was toevallig even, vandaag was het even een beetje heibel. Maar over het algemeen valt het wel reuze mee. Gaat het wel hartstikke goed in de chat. Oh ja, dus daar ben ik hartstikke blij om. Het is ook hartstikke gezellig altijd. Het is wel gezellig. Zo. Jeetje, zeg geef. Moet kijken waar we al helemaal lopen. Ja, dat is helemaal daar zo. We hebben een ander stukje omgeving weer even, maar... Zo. Dat is weer niet gek, maar... Moeten we dat hele stuk weer helemaal teruglopen dadelijk, hè? Ja, dat is dat is weer het volgende. Jeetje, wat een heel stuk, zeg. Ja, dat is inderdaad... Daar ga je naar Biert. Ja. Dat is die grote weg waar ik altijd met de auto rijd. Ja, dat is ook inderdaad niet gek, maar... Dus, maar moet je kijken hoe prachtig, hier, hoe prachtig het hier is, jongens. Oh. En dan hebben we zo'n hele leuke speciale teksten en dan zeg je zo van kijk daar heb je een bankje, kijk zit er, kijk zit er. Dat is wat ik me ook zie. Zo slecht. Nee, het kan niet meer mooi wezen.
Even een tussendoor dingetje. Oké. Okay. Hier kan je zitten hoor. Ik ga even wat te drinken nemen. Ik sterf van de dorst. Ik heb wel een fles cola bij me, dat wel. Dat is wel lekker. Ik heb expres nog een fles cola meegenomen. Nou moet je kijken jongens. Ja, het is inderdaad niet verkeerd. Het is een mooie omgeving. Echt prachtig hier hoor. Ja, je krijgt van alles in hier, zal ik maar zeggen. Dat is toch wel weer. Dat is wat zieke. Kijk, wat hier dat pad nou doet, is halverwege uit de top. Ja, volgens mij hadden ze zoiets van, goh, ik wil hier zo niet meer verder doen. Nee, we denken, we leggen zo de pad dan en dan halverwege, daar zo was er ineens geen zin meer in. Dan schreef ze ermee uit. Toen was er niet schimmel, hè? Ja. Dus nou, ik ga even lekker een stokje nemen en even uitrusten hier. En dan gaan we dadelijk weer, gaan we dadelijk weer verder lopen. Gaan we dadelijk weer op weg naar de terugrit. Zo, nou, dat zijn we weer. We hebben weer even lekker wat gedronken. Even uitgerust. Dat is mooi. Nou, roken kan ik niet, want ik heb mijn check weer in de auto laten leggen. Dus ik kan weer niet roken. Dat is weer even iets. Dus ik moet weer even wachten tot ik weer terug ben. Ja. Bij de auto. Ja, dan is IV... Maar dat maakt niet uit. Dan is IV... Ja, er is helaas niks aan te doen. Hè. Ja, dan komt het straks wel weer verder. Die dingen die heb je wel eens. Hè. Ja, soms dus nee, we gaan nu weer een beetje teruglopen. Het is zal zeker wel weer. Hoeveel? Ik weet niet hoe laat is het. Ik zal even checken voor de goede zaak. Ik weet niet hoe laat het is. Het is nu. 9:10. Ah, dus dan gaan we zo. Wat te doen weer. Ja, dan ga ik zo weer terug. Ja. Ik ga nog even de livestream aanzetten. Ja, livestream. Ik wil nog even livestreamen. Het wordt wel iets later, maar. Ja, dan is het... Ik vind het wel even leuk om nog even de livestream aan te gooien. Ja, dat is ook een beetje te doen. Dus, En wie er ook bij de livestream zal zijn, is... Monsieur Ramonski, ja. Monsieur Ramonski, ja. De echte Ramonski, ja, de. Nee, de enige echte, dat ben ik, hè. Ja, dat is Ultrex, hè, de enige echte, hè. Ja, dat is Ultrex, de enige echte. Abonneer even op mijn kanaal, even. Al 326, wow. Wow, zo, ik ga eerst op mijn bekkers. Bijna 300, iets meer dan 325 abonnees. Ja, dat zijn er best aardig veel. Dus het gaat de goede kant uit, jongens. We gaan op naar de 400. Ik heb het gezegd. Voor 31 december 400 abonnees zou fantastisch wezen. Als ik de 400 abonnees zou halen, zou dat wel super wezen. Ja, zou ik echt hartstikke blij wezen. Ja, 400 abonnees, wie had dat gedacht? Ja, dat zijn niet verdiend als het zover kan komen. Dus we gaan dadelijk nog even live streamen. Ik weet niet of dat Kevin er ook nog bij zal zijn, dan gaan we wel even kijken. En van de week gaat dus even dat haar eraf, want ik word er helemaal gek van. Kloot haar. Ja, het is altijd wel lekker om met mooi weer lekker kort haar te hebben. Precies. Dat je lekker voelt, lekker kort. Dat is ook mooi. Dus even kijken hoe we het beste nou weer terug kunnen lopen, Ramonski. Ja. Kun je zo of je kan ook zo. Ik denk dat je beter... daarheen kan lopen, denk ik. Ja, en dat je beter deze kant op kan lopen. Je kunt ook nog die kant daar. Heb je ook nog een soort dingetje, daar kan je heen lopen. Maar wij lopen gewoon weer zo weer terug. Ja, daarom. Ik denk dat we dan toch nog. En als je zo loopt, dan loop je weer die kant uit van. Waar wij het park ingekomen zijn, zeg maar. We moeten nou weer. Richting de Bisons. Maar moet je eens kijken, jongen. Wat een mooie groen hier ook. Ja, het is inderdaad geen verkeerde omgeving. Dat is best wel heel mooi om te zien, zo overal een beetje zo. Een beetje, en ook vooral als je bijvoorbeeld wel eens bomen tegenkomt die ook een beetje van die mooie bloemetjes eraan zitten. Maar alleen hier zo ziet dat dan niet. Nee, hier niet zo, hè. Maar er zijn wel eens tussen die... Wat was dat nou? Dat was weer zo'n geluid van een biezen, dacht ik. Oh, het zou best zijn dat een van die biezen dat deed. Dat even zo... zou best kunnen, nee, ja. Dat is volgens mij liet er een, ik weet niet, maar... Het was ineens zoveel... ja, dat kan ik wel eens hebben, maar... Ja, het is weer net hoe het loopt. Dus
Even kijken. Eens even kijken. We gaan eens eventjes teruglopen. Voor de goede zaak. Anders wordt het te laat. Ja. Ik wil eigenlijk wel voor de donker hieruit wezen. Ja, want anders moet je wel zoeken. Anders wordt het helemaal zoeken. Ja, hier, en weer een naakslokt. Oh ja, naakslokkie. Of een slokkie. Ja. Ik denk als je daar iets op gooit, dan is het niet best, denk ik. Nou, dat doe je toch niet? Heb ik ook nog nooit gedaan. Zout op slokken gooien, dat doe ik nooit. Vind ik zo dierenmishandeling, dat zou ik nou nooit durven. Nee. Ja, Maxi. Ja, nou, dat wordt alleen niet meer, denk ik. Dat zou ik nou nooit doen. Nee, dat is zo dan ook niet. Ik gooi nooit slokken, zeker niet op zaterdagavond. Zou ik nou nooit slokken, zou ik nou nooit zout op slokken gooien. Of een beetje, je moet niet ook wel zout op... Je moet nu op alle slokken zout gooien, jij Ramon. Ik zou het nog niet willen doen. Dat zou ik voor mezelf nog niet willen doen. Ik wil naar huis, geen gezin meer. Ook dieren hebben een leventje. Dus ja, daarom. Je moet nu op alle slokken zout gooien, jij Ramon. Ik zou het echt, hè? Ik zou het durven en dat ik niet willen eigenlijk. Jongen, echt waar, jongen. Iets minder. Echt waar. Ik zou het niet willen en niet durven, dat zou ik zeggen. Dat zou ik weer zonder vinden van slokjes, dat ook in het leven zo van zeggen. Ja! Dat is mooi, ja. Ja, dat is helemaal niet mooi weer. Maar hoeveel geld heb jij nou op GTA nou dan? Denk je niet veel meer nou? Nee, niet zo. Ik heb daar niet meer over de miljoen meer, zeg maar. Ja, je hebt nou minder dan 1 miljoen. Ja, ik heb daar een beetje heel veel minder dan dat. Dus ik moet weer even opnieuw een beetje bijtanken weer. En wat wil je nou... Voor het volgende, wat wil je het volgende gaan sparen? Ik denk misschien ook voor die grotere garage, maar waar je ook veel meer de auto's in kan. Oh ja, waar je veel meer auto's in kan doen, die office garage 1. Ja, dat denk ik misschien wel een goed idee is, denk ik. Is die office garage 1, dan de office garage 2 en dan de office garage 3. Daar hebben ze alle 3. Ja, nou, dan kan je echt een hoop auto's kwijt, jongen. Ja. Zo. Dan heb je net zoveel auto's, dan kan je net zoveel auto's kwijt als ik. Ik kan er. Kijk, volgens mij waren er 20 per. 20 per stuk of zoiets? Ja, per office garage 20 of zo. Ja, 15? Ja, zou ik misschien kunnen. 15 is 30. Ja. 45 auto's kan je dan kwijt. Ja, want ik denk als ik die garage dan kan hebben, dan kijk ik wel een beetje alvast beginnen met ja. Een beetje ding te zetten. Een beetje, Ja, die garage aan de overkant, die heb ik ook gekocht, die jij hebt. Ja. Oh ja, die ik heb. Ja. Die garage aan de overkant bij mijn office, die heb ik ook gekocht. Ja, dat is ook helemaal makkelijk. Want daar wil ik dan eigenlijk een beetje de mindere auto's wil ik daar, wil ik daar neerzetten. Ja, dus een beetje de mindere leuke, beetje zonder zeggen. De mindere leuke auto's, die komen daar zo. En echt de auto's waar ik echt voor gespaard heb en echt van die sportieve auto's en zo en die ik ook echt zelf gekocht heb door hoe heet die winkels allemaal ja je hebt er zoveel Warstock je hebt je hebt zoveel online winkels waar je dan dat kan kopen daar die komen dus allemaal in mijn office garage. Zo heb ik zo'n winkeltje die waarvan je ook inderdaad die auto erin hebt staan, zo maar zeggen. Ja. Dat is ook niet verkeerd, man. Dus dat is wel. Het heeft wel weer zo'n goed idee. Dat is wel leuk, hè? Dat is wel leuk, hè, Ria? Ja, dat is mooi, hè? Dat is goed, Ria. Is goed, Nijntje. Nou, ik ben benieuwd of we nou weer hetzelfde pad weer terug kunnen vinden. Want volgens mij zijn we weer helemaal verkeerd gelopen. Nou lopen we weer die kant op. Ja, want ik denk als we nou alsnog weer verder gaan lopen, heb je het idee dat we terug moeten lopen en dan de weer moeten nemen, denk ik. Ja, want ik weet nou niet, want net waren we daar zo. Ja, dat is ergens of zo. Nou, even kijken bij die bomen, daar zo aan het einde. Kijken waar je dan bent. Ja, dat is misschien wel want volgens mij waren wij er net daar zo. Ja, toen kon je op die, grote weg naar Biert kon je kijken. En daar zaten wij dan op de bankie. Ja, precies. Ja, dat is wel een goede naam. Tegenwoordig heb je ook wel zoveel dingetjes. Dat je dan even denkt van ja, want het is hier best wel groot en uitgestrekt hier. Hier ook. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Kun je zo dropping doen s'avonds? Ja, dat doe je. Jeetje, zeg hé. Zo. Dus ik heb niet niks meer. Denk hier s'avonds dropping doen? Zo. Zo, dat zijn wat wezen. Dus, ja, we gaan het wel zien. Dan wat groeien, maar kijk hier ook. En bij deze bocht moet ik even kijken.
Dat is inderdaad niet meer. Want dan kom je dadelijk weer bij dat andere park, kom je uit. En bij die brug moet je op een gegeven moment uitkomen eigenlijk. Dat vorig mooie. Dat als je die brug hebt. Ja, dan komt het wel weer wat bekende voor. Ja, dan komt het bekende voor, dan moet je rechtdoor rijden. Moet je rechtdoor lopen. Dan kom je dan verzap aan wel weer. Ja. Dat is op zich wel niet verkeerd. Het kan nog mooi wezen. Dus voor mij zijn we een beetje verdwaald. Ja, nou ja, we gaan het wel zien. Een beetje licht op, maar. We gaan het wel zien wat er allemaal is. En anders loop ik gewoon weer dat stuk terug. Ja, dan ik heb zo'n gevoel. Ja, zo, dat het. Ja, weet je waar ik zo'n gevoel van heb? Nou. Dat we dadelijk weer bij dat bankje uitkomen waar we net wat gedronken hebben. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, dat weet ik niet. Precies, dat is een hele. Kijk, want hier heb je weer die dinges. Kijk maar. Hier heb je weer die. Hier heb je weer die weg. Kijk, zie je? Hier heb je weer die weg. En dat was daar. Is inderdaad dat rotbankie. Ja, ik denk als we. Kijk, want hier loop je zeg maar door naar de dinges. Dus hier moet je in ieder geval sowieso niet wezen. Die kant moeten we oplopen. Deze kant moeten we heen. Maar moeten we alleen even een weg vinden daar zo. Want kijk, hier zit je wel met dingen, maar zit je ook allemaal prikkels en. Zie je, ik zei het toch. Ik zei dat al. Ik had zo'n gevoel, maar we waren toch al een stukje verder. Maar ik dacht al, ik denk, let op. Komen we daar weer bij datzelfde plekje uit waar net dat brugje was. Ja, en dat was nog waar ook. Ja, het kan ook. Maar we moeten echt daarachter wezen. Ja, in principe kom ik daar moeten we wezen, dus. We hebben in ieder geval weer zo gelopen, dat scheelt ook weer. Maar. Ja, je wordt er slank van. En ik heb al een uur naar bijna niet gerookt. Dat is ook wel lekker. Ja, dat vind ik niet gek. Nou, ik hou het best wel een uur vol, hoor. Ja, uur niet roken vind ik echt niet erg, hoor. Nee, dat is. Langer dan dat niet, denk ik. Jawel. Ja, oké. Okay. Ja, dat is gedoe. Het moet wel. Ik heb niks bij me, dus. Ik kan niet roken, dus. Ja, dat is wel even wat lastig, maar dan komt het straks wel weer verder goed. Dus dan hadden we net, hadden we toch rechtdoor moeten gaan, denk ik. Maar we moeten even kijken, want we moeten echt die kant moeten oplopen. Ja, ik denk die kant. Ja, ik denk dat daarachter moeten we wezen. Want dan ga je weer die kant op en dan kom je weer bij die bij de brugje uit. En als je dan het brugje over bent, dan kom je weer bij de bizons. Ja, oh ja, of ik het werkje zelf weer teruglopen, ja, dan weet je zeker dat je er nog uit komt. Ja, dat is ook mooi, maar ja, het is me net hoe het loopt, zo te zeggen. Nou, het is hier wel een uitgestrekt gebied, hoor. Hey. Ja, dat is zo. Het is inderdaad niet niks, zeg maar. Ja, het is wel een mooie. S'avonds lijkt het me wel spookachtig hier, hoor. Ja, dan is het nou niet echt lekker om die sneller gaan uitvoeren, denk ik. Dan is het wel spookachtig hier, hoor. Dan krijg je zo'n idee van, goh, een beetje eng gevoel krijgen dan iets. Ja. Dan heb je zoiets van, goh, is er nou niks achter of zo? En dan kun je. Nou ja, het is me net even gelukt. Dus echt, ik kijk wel eens van die funny video's, weet je wel, Van die funny video's, van die horror video's, weet je wel. En dan zijn ze ook in het park en zo. En dan zijn ze zo die bosjes aan het filmen en zo. En dan op een gegeven moment zie je een schim, weet je wel. En dat hebben ze dan niet op de camera gezien. Maar wel toen ze er terugkeken. Toen zag je ineens een man lopen daar zo. In de bosjes of zo, weet ik veel wat. Zo, dat lijkt me echt erg. Dat is inderdaad dan niet niks van de weg. Dat is niet meer. Dat is niet best als je geschud bent. Dat is niet best. Ik denk door de weer, door de onweer of zo. Ja. Misschien wel door de onweer. Ja, dat zou ik zo maar kunnen. Gestormd heb je de laatste tijd al. Dat is alweer een tijd geleden. Ja, dat wel. Ja. Dat gestormd heb. Ja, het is alweer inderdaad weer getest. Ja, het is inderdaad ook binnen niks. Nou, we gaan in ieder geval deze kant op. Ja. Maar we gaan in ieder geval eerst of die kant op of die kant op. Maar ik denk dat we gewoon rechtdoor moeten. Ja, ik denk dat dit ook geen pad is. Dus we gaan het wel zien. Ja. We gaan het wel meemaken. Ja, precies. Kijk, want hier heb je weer maar dat is een ruitenpad. Ja. Dus daar kan je ook niet echt doorheen lopen. Kijk, zie je, want dan kom je ook niet echt. Laten we maar gewoon rechtdoor lopen, hoor. Dat is het beste,
kan het beste denken dat ze dat weggeroepen, dan weet je zeker dat ze uitkomen. Dat is mooi. Ja, mooi hè, Ramoski, ja. Ja, dat is helemaal super mooi, ja. Dat is helemaal topje op. Lekker eventjes in de bossen, lekker gezellig. Ja, precies. Wat fantastisch, zei hij. Ja, gewoon lekker een beetje van die mooie omgeving, een beetje genieten, hè. Genieten, zeker weten, hè. Gewoon die mooie flatte vogeltjes. Wiewiewiewiet. Ja, dat is ook mooi. Wiewiewiewiewiet. Ja, dat is ook mooi, ja. Dat is helemaal super. Kijk, daar heb je een rood kapje daar, zo loopt daar. Ja. Een rood kapje, waar ga je heen? Hè? Ja, zo alleen, zo alleen. Dat is ook mooi, hè. Dat is hè. En mooi dat het is. Dan is het monsieur iedereen daar zo, monsieur iedereen. Hè. Monsieur Ramon, ja. Ja, en monsieur. Oh, kijk. Een beetje blubber rotzooi. Ja, dat vind ik dat niet. Nou moeten we daar even kijken als we hier zijn. Want ja. Ik weet niet waar we nou weer heen. Waar we allemaal heen lopen. Ja, toch. Even kijken dan. Check. Het kan maar weer mooi zijn. Even kijken voor de goede zaak. Ja. Let me see. Jeetje, zeg jij. Hun hontering is weg ook, we hebben nog aan het gelopen. Ja. Tering. Ja, dat is. Ding dat is een leuk trucje, maar is nog hontering aan het lopen. Ja, precies. Dat ook weer. Ik denk dat we zoals nou iets verder gelopen zijn dan wat je zag vorige keer. Zo, nou, toen was ik niet zo ver gelopen hoor, zoals nu. Jezus. Heb je in ieder geval weer wat meer erbij op de voorgrond? Ja. Dat wel. Dat scheelt ook weer. Dat is ook niet gek, maar. Het kan wel weer mooi wezen voor de goede dingetjes. Oh, mijn god, zeg jij. Of er een beetje wegjes lopen waar je nog niet hebt gelopen, is ook wel leuk. Nou, ik ga het hem wel weer even neerleggen. Voor de goede zaak. Ik ga hem weer even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer als we weer wat verder zijn en wat beter in de buurt. Van de wegjes zijn. Ja, in ieder geval dat we in ieder geval even op de plek zijn. Waar ik allemaal weer een beetje overzicht heb en waar ik een beetje de weg weet. Ja, nou, tot zo. Doei. Tot later. Ja, toen waren we er weer. Kijk eens wat we daar hebben. Een mooie bruggetje. Het bruggetje, we zijn weer terug. Ja, precies. We zijn weer terug, we hebben de weg weer teruggevonden. Kijk. Dat is helemaal mooi weer. Dat is dus het bruggetje waar ik het net over had. Ja, als we dat niet verkeerd. Ja, dat is helemaal mooi. Dus we hebben de weg weer teruggevonden. Ja, we hebben weer precies. Alleen ook zo niet zo heen. Dat is mooi. Goed, tjaka. Tjaka. En tjaka dat is. Gelukkig ben. Hey, was super. Kijk nou, dan legt hij klaar als je mee hebt, joh. Zo. Voor niet. Joepie! Daar zijn we weer. Ja, zo is het. Dat is ook mooi. Zo, mooi, nou. Ja. Af. Hè, hè. Dat kan wel mooi zijn. Oh, ik kan super. Zo. Zo, doe maar zo. Zo. Oh, mooi, hè. Heel super. Dat kan weer mooi wezen. Ramonski, hè. Monsieur Ramon, hè. Ja, monsieur, wacht. En monsieur, dat is ook weer super mooi. Nou hoeven we maar één rechte weg richting Oetu. Richting de auto te lopen. De poot. En dan is het weer gelukt. En dan is alles weer achterwege en achter terug. Dan hebben we in ieder geval weer een leuke vlog. Ik hoop in ieder geval een leuke vlog voor jullie opgenomen. Ja, we gaan even. We waren even de weg kwijt alleen. Maar we hebben de weg alweer teruggevonden. Kijk, het zonnetje gaat achter ons al een klein beetje. Beetje zakken, zeg maar. Beetje zakken. Oh, daar heb je hem. Daar zo. Ja, de zon gaat al een klein beetje zakken. En wij gaan ook zo weer richting hier bij het Laarzenpad. Alleen het rots is, het kan in de rots zijn, maar alleen het laatste zullen we alleen niet vinden. Is het nee, ik zie alleen geen laarzen leggen, maar dat is wel het laatste port. Lazarus, hè? Zeg je nou het Lazaruspad? Het Lazaruspad. Ja, en Lazarus was het allemaal zijn. Dus als je Lazarus bent, moet je hier komen, moet je daar over de pad lopen. Ja, heb je het Lazaruspad? Mag het donker lopen daar een beetje. Ja, dat heb ik niet doen, maar. Ja, het is weer net zo goed zo geweest. Het kind maar mooi. Kijk, nou stond toch hier net, of niet? Ja, ze zijn nou alweer weg.
Ja, ze waren wel ongeveer bij hier weer. Ja, dat straks, ongeveer waren ze hier ook, kijk. Ja, dat klopt. Ze waren... Dan zijn ze allemaal weer voetsie, hè? Ja, dat straks waren ze hier. Komen we ze daar verderop weer tegen, let maar op. Maar van die vlaatjes hier, zo lekker in de... Nou, neem maar op hier, Ramon. Hier, kijk, lekker op hier, ho. Nee, lekker, meer. Man. Nee, niet echt lekker, hè. Nee, iets minder. Iets minder, gewoon jakkieba. Dat is puur natuur, is goed voor je tuin. Is goede mest. Ja, goede mest. Ja, dat is goede mest voor de tuin, hoor. Ja, dan mogen je planten een beetje goed gaan groeien. Dan mogen ze een beetje gaan groeien. Ja, je kan maar de gekste dingen maar uitvoeren, maar alweer niet gek, man. Het kan wel mooi zijn. En mooi dat het is. Vetactie.nl. Die app kan wel weer bieten. Zie je, ze zijn nou weer weg. Hier stonden ze er net. Ja, precies. Zo zie je ze en zo ineens zijn ze pleiten. Ja, volgens mij zijn ze nou weer naar een andere plek gelopen. Ja. Oh ja, ik zie trouwens wel in de verte zie ik ze wel weer. Oh, ze zijn een stukje verder weg, zijn ze. Ah. Of ze zijn een stukje verder weg gelopen. Ze zijn gewoon... gewoon het verkeerde stukje genomen. Het kan wel mooi wezen. Het kan allemaal mooi wezen, daar. Ja, dat is helemaal super. Hè? Ja, daar heb je ze alweer, hoor. Kijk, daar heb je ze alweer. De hele familie is er alweer. Ja, heb je dat? Ja, oké. Okay. Ja, kijk, daar heb je de hele familie. Ja, familie Kuddemans. Ja, precies, hè. Dat is ook heel mooi, hè. De bizon. Bizon 12, bizon 12. Ja, dat is ook mooi, hè. En heb je nog wat nuttigs te zeggen, Ramonski? Iets nuttigs? Laat ik het zo zeggen. We hopen met z'n allen dat we het allemaal leuk vinden. En ook het leuk vinden van hoe de vlog gegaan is, zal ik zeggen. Ja, Ramonski, ja. De super Ramonski, inderdaad. De super Ramonski, ja. Nou, hier heb je de beesten weer. Ja. Zo, ze hebben hier voor mij een plasje gedaan. Ja, het is hier een beetje... Het is hier een beetje nat. Voor mij hebben ze zitten zeiken hier. Oh. Zo, kijk eens. Hele natte plek hier. Oh. Zo, dan gaan we eens even mooi even omheen. Ja, precies. Want in het is het dan hier gelijk. Nee, precies. Hè. Anders krijg je zo'n visie. Laten we dat maar niet doen. Hè. Nee. Nou, ze lopen alweer. Kijk. Ze lopen alweer over het pad. Staan ze alweer. Ze hebben nog steeds niet hun gereden geweest. Nee, nog steeds niet, hè. Stel dat je vieze rikken. Bah, veeg je kont nou eens af. Stel dat je vuile vieze peuk. Ja, precies. Bah. Hé. Zijn jullie een stukje hier... Nee, ze zijn echt een stuk... Ze zijn echt een stuk verder gaan lopen. Want hier stonden ze er net niet. Dan is dat niet gek. Hoi. Hey, tot de volgende keer zou ik zeggen. En de groeten aan je familie. Oh nee, die staat erbij. Ja, dat is nou, ik zou zeggen, ja, ik een fijne avond verder, hè. Ja. En niet als het wel de vrouw aan. Ja, nee, of de vriendin die ik ook niet zou doen, zou ik zeggen. Dat is mooi, ja. Dus dat waren ze, jongens. De bijzondertjes, dat waren ze, hè. Dus we gaan nu het park uit. Ja, we lopen nu even via de andere kant lopen. Oh, daar staat er ook nog eentje daar. Zo. Oh ja, precies. In de bus. Nee, ze zijn echt een klein stukje naar voren gelopen. Want ja. Net stonden ze echt een heel stuk verder weg. Stonden ze. Ze zijn eventjes aan de wandel geweest. Ja. Net als wij, hè? Ja, precies. Maar dat ook aan de wandel even lekker wandelen. Gezellig. Even lekker een stukje even in het parkgebied. Want dat is ook niet verkeerd. Maar... Nou, ze hebben hier een prachtige omgeving het om... Het is wel park vroeger, maar het is niet park iets anders, hè, waar iets gebeurd is. Hè. Ja, dat is ja, die park Europa dan. Dan is het. Europa Park. Nee, er is niks. Dan zeggen we gewoon van het is wel park vroeger, maar het is niet park. Ja, maar hier staat toch geen attracties? Nee, hier niet. Dus. Het zijn wel lachwezen als ze dat hier kunnen bouwen, attracties. Dus zo. Nou, ze kunnen hier een aardige kermis neerzetten, hoor. Ja, dat zijn wel goed. Zo. Het zou wel lachen geweest als ik zou kunnen. Ze kunnen hier een aardige kermis neerzetten. Dan hebben ze in ieder geval een grotere kermis als, als dat flutdingetje wat ze nu hebben in het centrum. Ja, jeetje, wat een flutkermis als dat zeg. Ja, dat is ook niks. Ik was gisteravond nog op de terugweg van de vlieg terug naar huis. Was ik nog even langs een beetje fietsen. Maar ik heb wel nog even gezien. Hoe klein is het dan? Ja, is klein, hè? Ja, dat is wat, valt echt vies tegen. Ja, dat is wat, niks. Nou, hier hebben we de busbaan weer naar de Bojulaan. Ja, zoiets. Hier heb je de busbaan. Ja, dat is mooi. Hè? Dus we gaan weer richting de auto gaan we weer. Hier een of andere zendmast van televisie of telefonie. Hele grote zendmast. Ik denk dat het telefoon is.
Dus even checken voor de goede zaken. Even checken voor de goede zaken, zegt hij. Ja, zoiets. En op een gegeven moment wordt dan weer niet hier zo goed. Dat even... Nee, toen liepen we zo. Ja, kwam je meer bij die andere kwam je uit. Dus, in ieder geval. En hier heb je de schaatsen, hè. Je moet altijd schaatsen in de winter, hè. Ja, daar is het onder water lopen. Ja, en dan kan je lekker schaatsen hier ook, hè. Alleen zwinters dan zorgen ze altijd dat alles kort is, dat gras gebeurt. Ja. Zomers heb je dat hoge gras hier. Dan kan je lekker hier schaatsen. Nee, dat is ook niet verkeerd. Dus daar heb je ook nog een klein stukje groen daar zo. Daar heb ik verleden keer gelopen hier ook. Zie je aan de overkant, heb je ook nog. Ja. Maar dat is maar heel klein, hoor. Ja, dat geloof ik best wel. Dat is echt maar een heel klein stukje. Daar hebben we niet echt veel, niet veel groen heb je daar zo. Dus, gebeurt anders. Dan wat groen, maar het was anders. Zeg maar zo. Ja, dat dan weer wel. Het zonnetje schijnt. Zo. Ja. Het zonnetje schijnt een beetje laag. Precies omhoog. Een beetje scherp. Ja. Rebelski, ja. Ja, de monsieur Rebelski. En dan denk ik monsieur maken hoor. Dat is mooi. Dus, ja. En dat is super. Het kan maar mooi wezen. Helemaal super. Helemaal super raar. Ja, en super dat het mag wezen. En super dat het is, met die Rebolski. Helemaal goed, hè, zal ik maar zeggen. Helemaal tit tot op. En wat ga je dadelijk nog doen als je thuis komt? GTA. Ja, dat ook. Tenzij. Tenzij één ding dan wel dan, maar ik weet in ieder geval dat er waarschijnlijk nog... Iemand gaat bellen. Ja, dat weet ik niet, misschien wel, misschien niet, maar ik weet wel dat er nog eentje nog gevraagd had of ik nog heel eventjes nog wel komen mag, maar ja, dan, als het gebeurt, dan moet ik wel kort houden. Dan, Och jeetje, moet je weer naar Rebecca? Zo had het erover om s'avonds misschien nog, dat ik dan nog even bij haar nog een bakje kon doen, maar ja, dat ligt helemaal net aan hoe dat het wordt. Jeetje. Het is nou al 8 uur al, 8:30 al dus. Ja, dat ligt echt helemaal aan hoe dat zelf thuis is, want als het laat wordt, dan hoeft het niet meer. Nee. Ze is nog niet eens thuis. Nee, ze is. Ze zou volgens mij. Ze eet zondags altijd bij de. Bij de ouders altijd. Nou, dan zeg je wel nog niet aan. Hoe mooi weer vroeg op, dag. Ja, dus het is net hoe het loopt. Hè, dus, dan wat goed maar hebben. We zijn blij dat we thuis weer vlak. Ik ben weer blij dat ik bij het auto ben. Ik doe een sekje roken dadelijk. Ja, dat is mooi. Jeetje, ik neem daar gelijk een sekje of 3, 4. Ja, even puff. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, zoiets. Houd het simpel. Even bij je voortrijden, bij je sturt. Ja, dat is ook mooi. Het zou wel lachen wezen. Even heel veel sekjes voortrijden en dan heb je vast al een paar aan het ontdrukken. Ook mooi, maar dat is ook niet gek. Ja. Het kan maar mooi zijn. Oh mijn god. Hoe ben ik goed niet? Gaan we daar weer even lekker GTA spelen? Ja, dat was wel mijn bedoeling. Hè. Om wel te spelen vanavond. Dat is wel mijn bedoeling. Dat even zo verkeerd. Yeah. Even wat goed zo. Hecta. Ook al weer mooi zo. Kijk, want op de heenweg zijn we hier doorheen gelopen. Zie je? Ja, tenminste, toen waren we inderdaad daar zo. Ja. Hier, deze. We hebben dit pad gelopen. Ja, tenminste, dat weet je daar zo. Nou, dit is de wijk Vogelenzang. En daar verderop staat de auto. Ja, precies. Hè. Dus, toen waren we inderdaad op de weg in deze wegje toegelopen. Toen waren we ineens thuis toegelopen. Dus, dit is Vogelenzang. Dat is mooi, ja. Vogelenzang. En zingen wat ze dan doen. En zingen wat ze doen hier, ook. Allemaal weer vogelzongetjes. Dat is mooi, ja. Hier heb ik weer zo'n veenrooster. Oh, maar bloemetjes aan de overkant, dat is ook mooi. Ja, dat is mooi, hè? Ook die gekke, een beetje van die mooie. Oh, apart. Dat is ook weer niet verkeerd, man. Dat heb je sowieso goed. Ja, ja. Dat is een super. Dat is allemaal niet niet. Zeg maar. Jeetje, Christus zeg. Een bolle. Ben gewoon gebroken, man. Ja, dat is inderdaad. Ben gewoon gebroken door dat wandelen. Ja, dat is inderdaad. Ik poot hem meer over. Dat is inderdaad ook iets minder prettig. Dat is ook... Oh, man. En hoe was jouw dag? Ja, maar goed. Ja, jij hebt lekker gezwommen. Ja, dat ook. Oh, mijn god, man. En ben je nog in de testrekkers geweest? Oh ja, ben je nog in de... Nee, dat was volgende maand. Volgende maand gaan we trouwens naar de Tilburgse kermis. Ja, dat is... Dat wordt ontzettend leuk. Ja, dat is ook al die verkeerd, zullen we zeggen. En dan gaat Ramon, die heeft gezegd... Ramon heeft gezegd dat als hij er is, dan gaat hij
Dan gaat hij, als hij op de Tilburgse kermis is, dan gaat hij de testtrek in. Ook nog in de testtrek geweest. Ja. Nou, dan kun je dat wel zeggen. Dan kun je wel zeggen, maar ja, ik ben ook nog in de testtrek geweest. Ik ben gewoon in de testtrek geweest. Voor de goede zaken. Oh my god. Oh my goodness. Heel super. Nou, en daar staat die gele bok. Daar gaat hij hoor, die gele bok. Die mooie gele auto, die staat daar al. Die mooie gele auto. Ja, die mooie gele. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. 325 abonnees, iets meer. Ik zou zeggen, jongens, druk op het belletje en dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of een livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Ik vergeet Ramon. Ja. Ramon, toppie. Bedankt voor de leuke vlog. Ja, dat is goed. Zou ik zeggen, jongens, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal wel weer. De groetjes allemaal en skabedi, skabedoe, skabedabedoe.